Jeroen, mag ik even met jou meekijken, met jouw blik op de wereld? Zeker. Met jouw perspectief? Ja. Wat is jouw wereldbeeld eigenlijk? Ja, ik heb een vrij rationalistisch wereldbeeld. En, ik denk dat we op een planeet wonen die middelgroot is en die rond een middelgrote ster draait en in een heel groot universum, en dat al die dingen er ook zouden zijn als wij er niet zouden zijn. En dat we wel tot een steeds beter begrip komen van hoe dat allemaal in elkaar steekt. Dat is op zichzelf al redelijk bijzonder, dat er op de korst van zo'n planeet een diersoort is ontstaan die een bewustzijn heeft dat zich een voorstelling kan vormen en ook verklaringen kan geven van dat grotere geheel. En dat zich ook vragen kan stellen die ze niet kan beantwoorden. En op twee manieren naar de wereld kan kijken, namelijk vanuit een objectief standpunt, het perspectief van de kosmos, of zoals men dat in de filosofie wel noemt, in het licht van de eeuwigheid. Maar tegelijkertijd ook altijd naar alles kan kijken vanuit een subjectief gezichtspunt. En het is wel eens vergeleken met, je staat op een spoorlijn, op de rails. En je kijkt in de verte en daar zie je dat die twee spoorstaven elkaar snijden in het verdwijnpunt aan de horizon. Dus dat is waar, in zekere zin. En tegelijkertijd weet je ook dat ze tot aan het eind parallel lopen. En zo heeft de mens twee perspectieven. Je kan altijd kijken, ze zijn beide waar. Het ene is subjectief en het andere is objectief. En dat is een eigenaardigheid van het bewustzijn. En dat bewustzijn heeft wel meer eigenaardigheden. En dat onderscheidt ons in belangrijke mate van de andere organismen die op die aarde leven. En een van die merkwaardige eigenschappen die ik heel erg boeiend vind is de sociale verhoudingen die wij kunnen hebben en de pro-sociale verhoudingen, dat we eigenlijk door de evolutie in elkaar geknutseld zijn in de laatste honderdduizenden jaren om het met elkaar er redelijk goed van af te brengen en steeds te kijken of het wel de goede kant op gaat. Dus daar zijn we ook op geselecteerd. We hebben ook het vermogen om ons steeds die vraag te stellen van, is dit wel, pakt dit wel goed uit voor de anderen? Nee, ik kan natuurlijk de hele tijd aan mezelf denken, maar ik moet misschien ook eens aan anderen denken. En daar zijn we op geselecteerd, dus daar zijn we eigenlijk vrij goed in. Dus dat levert een vrij optimistisch beeld op. In principe zijn wij wel door de evolutie in elkaar geknutseld om het samen goed te doen. En zoals met veel dingen in de natuur zijn de egoïsten en de altruïsten normaal verdeeld. Dan krijg je zo'n soort verdeling. Je hebt 10% van de mensen die altijd alles met je delen en altijd bereid zijn om iets voor je te doen. En er zijn andere 10% aan de andere kant die geneigd zijn om alsmaar hun eigen belang op de voorgrond te stellen. En daartussenin zitten de mensen, en dat zijn velen van ons, die geneigd zijn om te doen waartoe de omstandigheden aanleiding geven. En daarom is het ontwerpen en het maken van die omstandigheden zo ontzettend belangrijk, omdat het bepaalt voor veel mensen wat ze zullen gaan doen, of ze zich sociaal, prosociaal zullen opstellen, ethisch zullen opstellen of niet. En die ethiek is dus een heel merkwaardig fenomeen, tegelijkertijd ook weer heel gewoon. Maar we moeten daar wel een, net zoals ik zei in het begin, het wereldbeeld is vrij rationeel en de wetenschap is onze leidsvrouw of leidsman. Zo is ook die ethiek, moeten we naturalistisch begrijpen. We moeten kijken hoe dat in de loop van de geschiedenis zover is gekomen. Om te kijken wat we nu moeten doen. En het andere deel van het wereldbeeld is niet alleen wat is er, hoe zit dat in elkaar. Maar ook waar zijn wij naar op weg, hoe ziet de toekomst eruit. En aanvankelijk is die ethiek, zijn wij door de evolutie gemaakt om het in kleine groepen goed te doen. En die kleine groepen Ja, dat zijn 150 tot 500 individuen. Maar nu is de wereld door ons eigen toedoen, door onze wetenschap en onze technologie en innovatie zo groot geworden en is alles zo ingewikkeld aan elkaar vastgeknoopt, alles met elkaar verbonden, dat als je hier iets doet, dan gaat er daar iets mis. Dat we eigenlijk die ethiek moeten laten meegroeien. Die moeten we laten meegroeien met de wereldschaal, met het antropoceen zoals dat heet. De mens is nu in een tijdperk van de evolutie aangekomen dat ze zelf een zeer bepalende invloed kan hebben op hoe die aarde eruit ziet. En zelfs nu voorbij de aarde, we zijn al planeten aan het koloniseren. Dat we daarover na moeten gaan denken. En dat kost ons gewoon moeite. Om te zien wat de effecten van ons handelen op de schaal van de aarde zijn, van de planeet zijn, van het zonnestelsel zijn. Dus dat is de opgave die op tafel ligt op dit moment. Ja, en helpt te innoveren daarbij. Dat is precies waar het nu om gaat. We moeten die technologie goed inzetten. We hebben heel veel geleerd van de studie. Een Nobelprijswinnaar economie, Eleanor Ostrom, heeft bestudeerd hoe natuurvolkeren omgaan met die schaarse natuurlijke resources, met die middelen. Dus je woont aan een meer, je woont in een bos, je woont aan een rivier, aan de zee, daar haal je dingen uit die je nodig hebt. En zij heeft gevonden dat over de hele aarde verspreid die natuurvolkeren in een soort merkwaardig of opmerkelijk evenwicht en in harmonie leven met hun omgeving, omdat ze die omgeving respecteren. Vaak heeft dat een religieuze uitdrukkingsvorm en hebben ze een soort ontzag voor de natuur. Maar kort en goed, het leidt er wel toe dat ze zich beperkingen opleggen in de exploitatie van die natuur. En dat maakt het mogelijk dat ze in harmonie met die omgeving leven. En datzelfde moeten wij nu doen en moet geëxtrapoleerd worden naar een veel grotere schaal nog. Maar de les is dat we onszelf beperkingen moeten opleggen. Daar waar we makkelijk te ver zouden kunnen gaan, omdat we nu zo machtig zijn geworden. We zijn door datzelfde verstand en de technologie is het mogelijk geworden om die aarde gewoon ultiem te exploiteren. En de technologie moet nu en de innovaties moeten gaan over wat spreken we af als de ultieme sociale uitdagingen waarvoor we staan. En die hebben we bijvoorbeeld geformuleerd in de UN, de Verenigde Naties Sustainable Development Goals. Dat zijn een grote verzameling van opgaven waarvoor we echt weten dat we ze moeten oplossen. En die hebben te maken met voedsel en met water en met luchtkwaliteit en met armoede en met ziekte en gezondheid en met educatie en met gelijkheid en armoede. En we moeten slimme dingen verzinnen, innovaties dus, met behulp waarvan we die doelen kunnen bereiken. En we moeten heel erg voorzichtig daarmee zijn, want voordat je het weet creëer je in je poging om die problemen op te lossen nieuwe problemen. Of vererger je bestaande problemen. Dus dat is eigenlijk de opgave. Identificeer de grote uitdagingen waarvoor we als wereldgemeenschap staan, als burgers van deze wereld. En laten we ons vernuft en onze wetenschap en onze techniek goed gebruiken. En laten we verantwoord te werk gaan daarbij. Dat is wat ik met innovatie heb.